De aanbestedingswet 2023, die op dit moment wordt behandeld in ons hoogste college van staat, heeft het doel om aanbestedingen en nieuwe gunningen aan bepaalde duidelijke standaarden te laten voldoen. PEP-parlementariër Ronnie Assabina benadrukte gisteren tijdens de behandeling van de wet dat aanbestedingen volledig transparant moeten worden. Ik som op een aantal van die standaarden: eenduidigheid, uniformiteit, transparantie, met een nadruk op transparantie, mevrouw de voorzitter, controleerbaarheid, verantwoording. We hebben ook gezien dat ook aandacht is besteed aan rechtbescherming. Maar wat we ook niet moeten vergeten, voorzitter, heel belangrijk, de geloofwaardigheid. Toch? Met name bij, of beter gezegd, onder het volk. In het kader van rechtsbescherming hebben we zelf gezien dat als je oneens bent, iemand die heeft meegedaan en die persoon is uit de boot gevallen, voorzitter, dat het ontwerp regelt dan wel ervoor zorgt, voorzitter, dat je recht kan zoeken bij de president of bij de kantonrechter, voorzitter. Assabina haalde verder aan dat deze standaarden zullen bijdragen aan de kwaliteit. Bij de invoering van deze wet zullen er meer grip en handvaten zijn om onbehoorlijk bestuur uit te roeien. En niet te vergeten om mee te nemen, voorzitter, dat wij vinden dat met de invoering van deze wet, voorzitter, en meer grip en handvaten zijn, voorzitter, om voedingsbodem voor corruptie, voor friends and family, voor nepotisme, voorzitter, zeg maar voor onbehoorlijk bestuur, ik met wortel en tak uit te roeien, voorzitter. Want anouan ager story of een anansi story, voorzitter. Maar de realiteit is daar dat met een aanbesteding en gunningen, voorzitter, heel veel ontoelaatbare zaken gepaard gaan, voorzitter. Daarmee bedoelen we zeggen dat het niet ontbloot is, voorzitter, van ongure zaken. Assabina zegt dat deze wet er ook voor zal zorgen dat zaken zoals functievermenging met belangenverstrengeling aangepakt zullen worden.